Goedendag allemaal. Het is vandaag 14 februari 2020. En 14 februari is voor de romantici onder ons is ook Valentijnsdag. De wereld wordt er op het ogenblik gek mee gemaakt. Je kan geen krant meer openslaan of geen radio- of tv-programma bekijken of beluisteren. Of er wordt gepraat over Valentijn. Het wordt helemaal opgeklopt en daardoor kun je dus zien wat er mogelijk is om de mens te beïnvloeden. Hè? Want ja, wat is het nu eigenlijk? Het is een dag die is verzonnen ergens in Amerika waarschijnlijk of in Engeland om toch een klein beetje commercie aan te jagen. Velen zullen misschien vanmorgen vol verwachting naar de brievenbus zijn gelopen in de hoop dat ze daar nog een kaart of iets anders vonden van affectie van iemand die ze niet kende en dan toch of kennen of misschien mogelijk kennen. Maar ja, dat soort romantiek, dat is natuurlijk al helemaal mooi. Maar daar zijn we niet meer zo voor in op onze leeftijd. Ja, en we worden wel gek gemaakt trouwens. Hè? Want gek worden we ook gemaakt. Want als we een goede krant hebben gelezen, dan zien we wel wat het zogenaamde planbureau voor de leefomgeving weer heeft uitgevreten. Ze hebben weer getallen gepubliceerd, berekeningen in de wereld ingejaagd die eigenlijk niet kloppen. Dat blijkt nu en ze geven het ook zelf wel toe. Ze hebben geen rekening mee gehouden bijvoorbeeld met de cijfers, de kosten voor het hele milieu. Al die milieuzaken die moeten worden gedaan aan huizen, zijn ze niet goed uitgegaan van betrouwbare cijfers. Dat blijkt nu. Het blijkt allemaal veel meer te kosten dan het in werkelijkheid op papier was gezet. Nou, daar zijn we boos over en wij in de landbouw zijn er natuurlijk ook boos over. Allemaal, want op die manier worden we dus toch weer eens een keer op het verkeerde been gezet en worden we verkeerd voorgelicht. En waarom allemaal? Om allemaal dat klimaat en het milieu te dienen. Want dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. En dan moeten we alles maar geloven wat ons wordt voorgeschoteld. Hè? De wetenschap. Wat de wetenschap is en dan de wetenschap tussen haakjes. Hè. Het Planbureau voor de Leefomgeving doet daar ook aan mee. Die presenteren ons getallen en prognoses en vooruitzichten waar we dan maar in moeten geloven. Maar we moeten niet vergeten dat al die cijfers en al die prognoses, die worden natuurlijk ook maar gemaakt door mensen zoals u en ik. Gewoon normale wezens die 's morgens van huis gaan en een boterhammetjes bij hebben misschien en daar aan het werk gaan en dan iets moeten produceren. We hadden onlangs nog een heftige discussie tijdens een verjaardagsfeestje met mensen die heilig geloven wat de wetenschap op tafel legt. Ze zeggen ja, dat is wetenschap, daar moet je in geloven en als je daar niet in gelooft, ja, dan ben je toch eigenlijk een sukkel. Maar ja, zeggen we dan. Je moet niet alles geloven wat je hoort en je moet ook je eigen gezonde verstand gebruiken. En daar dat erop loslaten en dan denken, ja, klopt dat wel wat ze ons allemaal willen wijsmaken? Zijn ze misschien beïnvloed? Zijn ze gestuurd? Hebben ze belangen of hebben andere partijen belangen dat bepaalde cijfers en getallen en prognoses naar buiten komen die hen goed van pas komen? En we zijn een beetje bang dat wij in de landbouw op die manier het bos in worden gestuurd vanwege alle. Kijk, omdat het klimaat er bovenaan staat en daar moet de boer maar onder lijden. Want ja, die zal er toch aan moeten geloven. Dus dan maken we de geest rijp om het zover te krijgen. Want we hadden ook een hele discussie, diezelfde tafel, met die anderen over de macht van de rechters, de rechterlijke macht. En we waren met een groepje die zeiden, ja, die rechters gaan tegenwoordig door allerlei uitspraken op de stoel van de politiek zitten. En ze doen net of ze alles weten, vooral met name op het klimaatgebied. Want kijk, in een rechtszaak waar misdaad bij betrokken is en je kunt bewijzen dat iemand een misdaad heeft gepleegd, onomstotelijk bewijs, ja, dan is het prima. En als een rechter daarin uitspraak doet, dan kun je daarmee leven. Maar wanneer een rechter of rechters uitspraken doen ten aanzien van het klimaat, waar ze ook eigenlijk nauwelijks zicht op hebben, dan zou je dat maar zomaar aan moeten nemen en moeten zeggen, ja, de rechter heeft gesproken en nu de rechter heeft gesproken, nu moeten wij daaraan voldoen.
Nou, de politiek is daar ook helemaal niet blij mee, want ja, kijk eens hier, dat doorkruist een heleboel plannen. En daar moeten we eigenlijk van af. Maar het is natuurlijk een beetje gevaarlijk, want ja, je kunt de rechterlijke macht kun je natuurlijk niet zodanig inrichten dat die alleen maar uitspraken doen die jou goed gezind zijn. Maar laten we wel wezen, als wij die rechters zien en we zien ze met een toga's aan en we zien ze daar zitten, vaak ook nog vrouwen, zonder prachtig dat dat zo is doorgedrongen, dan denken we wel eens, ja, jullie zitten hier nu wel uitspraken te doen over het milieu en over het klimaat en alles en nog wat, maar hoe is het bij jullie, zou het nou bij jullie thuis zijn als wij 's morgens eens een kijkje konden nemen in jullie huishoudens? Wie weet wat voor een wanorde en wat een bende dat er daar is voordat u die mooie zwarte toga over uw mantelpakje aantrekt of over uw wat spijkerbroek, whatever. En daar dan gaat zitten om ons de les te gaan lezen. Nou, wij hebben daar onze grote twijfels bij. En ja, dat is een mening die Marijntje heeft. En er zullen er zijn, die zullen die zeker niet delen. En onvoorwaardelijk geloven in de rechter en de uitspraken die de rechter doet. Maar goed, dat is één ding. We horen vandaag een ander leuk verhaal. Het is vandaag daten met een boer, hoorden we. Daten met een boer. Kijk, wij kennen allemaal het woord daten, datingprogramma's enzovoort, enzovoort. First date en noem maar op. Maar nu kun je daten met de boer. Er werd ook nog een man voor de radiomicrofoon gehaald en die vertelde wat hij ging doen. Die ging daten met de politicus, politica. En ja, dan gingen ze daar praten over de landbouw. En omgekeerd, de bedoeling was dat ze van elkaar wat zouden leren. Dat hij wat zou leren van die kant en zij of hij uit de politiek of uit andere geledingen van de maatschappij iets zou leren van de boer. Het zou op een gezellige manier gaan en al daten de weg. Daten is public relations, zou je kunnen zeggen. Een leuk en een ludiek idee, maar je kunt je ook afvragen, wat zou dat nou ons agrarische sector gaan helpen? Dat zal niet barbeel zijn. Een beetje daten, een beetje op en neer praten van ja, het is zo. Hoe zit het nou met uw varkens? Hoe is het nou met uw kippen? En die man, die boer, die vraagt dan hoe is het nou bij u thuis? Heeft u misschien ook een kat en bent u goed voor uw kat? Enzovoort. Of heeft u een hond en laat u die op straat poepen en ruipt u het dan op? Whatever zou aan de orde kunnen komen natuurlijk tijdens zo'n date. De vraag is alleen, zou die boer zoveel overtuigingskracht hebben naar de date waar hij mee praat, om die mens te overtuigen van het boerengelijk? Want ja, dat is toch niet eenvoudig. Want mensen die toch iets in hun bol hebben, ja, dat krijg je er zomaar niet uit. Maar goed, het is leuk en we zullen zien wat het opbrengt. Het is een ludieke actie. Maar er worden nog meer acties aangekondigd, hè, want we zijn het nog niet beu. We hebben gehoord dat Farmers Defence Force, ook al naar aanleiding van die rare cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarover wordt gediscussieerd of waar aan de hand daarvan wordt gediscussieerd in de Kamer over de stikstofproblematiek, dat Farmers Defence Force daar eigenlijk toch wel weer eens een dikke aandacht aan wil vestigen door met tractoren naar Den Haag te gaan. Ja, alweer naar Den Haag. Je zou toch zeggen, jongens, het wordt een beetje saai, hè? Alweer naar Den Haag met tractoren. Het is, we have seen it before. Hè? We hebben het al eerder gezien. Je moet toch aandacht trekken met een bepaald kunstje. En dan moet je toch proberen daar telkens weer wat nieuws in te brengen. Want nu kennen we de beelden wel. Wij geloven ook niet meer dat dit nog tot grote veranderingen zal kunnen leiden. Integendeel. En bovendien, we vragen ons ook af of die achterban van die Farmers Defence Force nog wel bereid is om zoveel diesel te spenderen om met je trekkertje naar Den Haag te tuffen en daar dan een beetje in de kou te gaan staan in de hoop dat je de politiek zodanig kunt beïnvloeden dat je ze een beetje naar jouw hand kunt zetten. Kijk, het wordt pas interessant wanneer we echt een echte concrete punten binnen kunnen halen, want daar zal het om gaan. Dat je kunt zeggen, kijk, we halen echt iets binnen waarvan we kunnen zien, dat hebben we nu bereikt. Maar ja, dat zal ook niet eenvoudig zijn tot op heden, want we hebben nog niet zo bar veel daarvan gezien. De actiebereidheid moet wel gevoed worden door ook concrete resultaten. Maar we horen nog van een andere actie, nog een merkwaardigere actie, waarbij
stickers worden geplakt op producten in de supermarkt. En dan heb je stickertjes waarop staat milieuvriendelijk, diervriendelijk, boervriendelijk, niet vriendelijk enzovoort. En dat zou je dan op bepaalde producten moeten plakken, zodat die consument, als hij die mee naar huis neemt, kan zien wat hij meebrengt en of het diervriendelijk of milieuvriendelijk of niet vriendelijk is geproduceerd. Nou, daar zal niemand blij mee zijn, want er stikt al van de stickertjes op allerlei producten als je die koopt en die moet je er dan allemaal weer af gaan peuteren. En dan zou je dat ook weer met deze stickertjes moeten doen. En ik denk niet dat daar natuurlijk ook de mensen in de supermarkt erg op zitten te wachten. Allemaal leuke, ludieke acties. We proberen het. We proberen alles maar steeds meer en meer onszelf in beeld te krijgen. En dat is goed. Dat moeten we doen. Maar we moeten natuurlijk ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Wat bereiken we ermee? Maar goed, er is meer. Er is meer. Want we lazen van de week ook nog een interessant verhaal in de krant van twee CDA-politicus. Geurts en Van Martels. En die zeggen: het poldermodel is de uitweg voor de stikstofcrisis. Het poldermodel is de uitweg voor de stikstofcrisis. Ja, en dat bedoelen daarmee, jongens, we moeten gaan praten. We moeten gaan praten en we moeten uit onze schuttersputjes, we moeten uit onze loopgraven. Want we zitten nu in een soort padstelling met elkaar. En we moeten terug naar het poldermodel wat we in Nederland zo goed kennen. Dat we met elkaar proberen tot een oplossing te komen. Nou ja, het CDA die zegt het. Mooi, en we geloven er ook best in dat dat een goed idee zou zijn. Alleen men moet wel willen luisteren, wat we al eerder over hadden. Mensen moeten wel naar elkaar willen luisteren. Maar dit is misschien een goed idee. CDA, een partij waar wij als boeren toch vroeger en nog steeds misschien nog wel enige hoop uit konden putten dat ze ons toch enigszins goed gezind zijn en enige sympathie voor ons vak op kunnen brengen. Nou, hier is de krant en de krant. Die brengt niet alleen de leugens in het land, maar die brengt ook wel eens de waarheid in het land. We wachten af. We kijken of daar iets uit voortkomt. We moeten bereid zijn het poldermodel weer op te poetsen. En dat is natuurlijk dan weer wat anders dan met een massa tractoren naar Den Haag te scheuren. En daar de zaak op stelte te zetten. Kijk, we zitten in een padstelling een beetje met die hele stikstofbeweging. We weten het allemaal. We weten ook niet precies wat waar is, wat niet waar is. We zien het niet, we voelen het niet. We hebben het 1000 keer gezegd. En we willen nog eens even ter herinnering roepen de grote storm die we over Nederland hebben gehad. Zondag, maar niet alleen zondag. Ook maandag en dinsdag was er nog een krachtige wind. En dan zeggen we, kijk, Nederland werd prachtig schoongeblazen. Alle vuil, alles wat ongerechtigheid was in de lucht, is weggeblazen. En we hebben die lucht over de oceaan binnengekregen, dus die was schoon. Nederland is opgeschoond, uitgeblazen en gereed voor het voorjaar. Nou, zullen we daar dan maar enige hoop uit putten? Of moeten we meer hoop putten dat er verkiezingen komen, misschien vroegtijdige verkiezingen, nog even wachten en dan de val van Rutte. En dan nieuwe verkiezingen en dan eens even kijken wat daaruit voortkomt. Zijn we dan nog slechter af dan we nu al zijn of komen we er beter uit? Het is een kwestie van afwachten en maar zien hoe het afloopt. Mannen en vrouwen, dat was het voor vandaag. Valentijndag, 14 februari zitten we al. En we gaan er weer een mooie week van maken. En dat wensen we u ook toe met de hartelijke groeten van Marijntje.